Jongens, daar zijn we weer. We zijn weer aan het ronddwalen in Content Veen. En welkom bij deze prachtige, leuke nieuwe video. Ik begin de video bij de brievenbus van mezelf. Want ik heb Karma. Ik heb Meubelfabriek. En ik heb Ziek. Laten we beginnen met Ziek. Hallo. We informeren u omdat de dokter bezig was met een recept voor u. Echter heeft er een voorval plaatsgevonden waardoor de dokter niet meer verder kan werken. Hij wordt ziek. Er gebeuren gekke dingen. Als ik jou was zou ik ook even komen kijken wat de status is. Dit omdat u de laatste patiënt was die hij heeft gezien. En er is nu iets aan de hand. De politie is ook in kennis gesteld. Ja, de politie is zeg maar een monster geworden. Dus in dat opzicht maakt het niet uit. Maar Bob is ziek. Hallo. Wacht, laten we dit boekje even meenemen. Laten we dan even naar Bob gaan. Maar in ieder geval, wat leuk dat jullie bij deze video zijn, jongens. Voordat we naar Bob gaan. Tja, dit is een grote rol. Je abonneerknop en dan moet jij even op klikken. Hoppakee. Hey, de assistent is weg. Waar is hij? Wie moet ik nou verwelkomd worden? Bob, Bob, waar ben je? Oh nee. Oh nee, daar is ze. Daar is ze. Oh nee. Daar is de assistent. Oh. Hey. Hallo. Ik laat jullie wel even alleen. Bob, wat is er met je gebeurd? Je arm! Ja, niks eigenlijk. Ja, weet je, hoezo? Ik voel me kip lekker eigenlijk, maar goed, ik... hoezo niks? Ik kan niet veel zeggen wat er is gebeurd. Nou, Bob, nee, eigenlijk voel ik me wel heel slecht. Bob, wat is er gebeurd? Nou, dat zou ik je eens even vertellen. Ja, dus dat eigenlijk. Oh mijn god, Bob. Dat meen je, je hebt serieus gewoon een sample van het virus heb je laten vallen op jezelf. Ja, dat komt eigenlijk wel op neer, ja. Ja. Maar goed, weet je wat is? We moeten gewoon door, weet je, het leven gaat door. En ik ga door. Ja, wacht. Ja, nee, wacht nou even. Ik ben nog aan het praten. Kijk, ik hou nog over praten. Dat heb je misschien al een beetje gemerkt, maar... Je moet altijd blijven lachen. Dat is wat Bas en Adriaan vroeger al zeiden. En ik zeg het nu ja, dat snap ik. Maar hoe erg is het? Zeg maar, was dit gelijk zo nadat je het liet vallen? Of is het langzaam zo gekomen? Nee, langzaam. Dus dat betekent dat het erger wordt? Ja, waarschijnlijk wel. Volgende is waarschijnlijk mijn hoofd. Maar ik kan er gewoon niks aan doen, weet je. Het is nou al gebeurd. Je begint langzaam op Frank te lijken. Ja, gaat het goed hier? Ja, moet ik ook niet zeg maar een soort van mondkapje op of zo voor dit? Of... Nou, dan ben je nu toch al te laat. Oh. Ja, inderdaad, dan ben je al te laat. Maar goed, dan maak ik niet uit. Weet je, ik ben gewoon ziek. Ja, Bob, ik ben Bob, ziek. Bob, wat is de status met het hele ding? We moeten echt een tegengif hebben of zo of iets. Want nu moeten we jou ook redden. Ik kan jou niet zo opgespokt laten worden. Dat had ik bijna, maar goed... Ik heb wel een doorbraak. Had het bijna. Ik heb een doorbraak. Heb je al een tegengif? Heb je een serum of iets? Nee. Je zegt je hebt een doorbraak? Ja, bedacht. Bedacht? Dat moet nog uitgevoerd. Nou, voer het uit, red jezelf, man. Ja. Nee, maar weet je, ik kan niet. Hoezo niet? Ik word met de dag, met de dag zeg ik wel, met de dag. Maar ik bedoel eigenlijk met de minuut word ik zwakker, want ik voel dit, dat zwakke voel ik het gaat snel volgens mij, hè? Ik zie het inderdaad. Snel. Je zit helemaal onder gewoon. Ja, kijk, ik kan hem al met mijn kleren uitdoen. Kun je even zien hoe dat eruit ziet? Nee. Nou, oké, ja, dan doe ik het niet, sorry. Maar kan ik helpen? Je kan mijn jas wel even los doen. Je jas los? Ja, daarom kan ik mijn kleren makkelijk uit, snap je? Je wilt toch zien? Kan ik je helpen met het antigif? Oh, zeg dat dan meteen, joh. Ja, jeetje. Je kan me wel helpen, ja. Ja? Met wat? Wat kan ik doen? Die doorbraak die ik heb gevonden, dat zal ik je even vertellen. Dat is eigenlijk geheim, maar ik moet wel, want ik ga dood. Vertel het zo snel mogelijk voordat je zeg maar opgeslokt wordt en je niet meer aanspreekbaar bent. Nee, zo snel gaat het niet. Ik heb maar goed. Hoe je de pure duisternis eigenlijk verslaat. Ja. Is. Ik ga het voor je halen. Met licht. Moet ik in je gezicht schijnen? Of op je arm? Nee. Dat werkt niet. Nee, weet je wat ik bedoel met licht? Maar kijk, als je duister hebt, dan heb je ook licht. Snap je? Dan heb je licht, ja. Ja, en waar komt het licht vandaan? Heel goed, je hebt het al geraden. De zon. Vanuit de natuur. Inderdaad, de zon. Maar. Je bedoelt het niet zon, hè? Nee, ik bedoel eigenlijk niet zon. Maar goed, eigenlijk als je gewoon de natuur hebt, heb je licht. Wat zit je net te kijken? Sorry. Ga verder. Ja, kijk. En de natuur in de puurste vorm. Wat voor kleur is dat meestal? Licht, inderdaad. Dat heb je goed. Maar wat nog meer? Groen, ja, gras, inderdaad, planten, inderdaad, bomen. Inderdaad, ja. Alles is groen. Weet je, dus, als je een gebouw achterlaat, wordt het vanzelf groen. Want er komt onkruid doorheen, normaal gras, bomen, weet ik veel wat allemaal. Dus ik heb dus nodig... wat heb ik bedacht? Praat dan niet de hele tijd door me heen, sorry, joh. Het spijt me. Doe je ding. Wat heb je nodig? Groen in de puurste vorm. Wat is groener dan groen? Kijk, blaadjes die vergaan. Gras dat vergaat. Maar wat vergaat er niet? Puur groen. Ik loop vast. Gecompenseerd groen. En wat is gecompenseerd groen? In de puurste vorm?
Ja. Emerald? Inderdaad, inderdaad. Oh. Nou, kijk, dan, nou, ik kan zelf dokter worden. Nou, inderdaad. Zeg, je kan, als ik het overleef, kun je bij mij op opleiding. Maar goed. Maar ik vind het niet leuk waar dit gesprek heen gaat, want ik heb maar één iemand die zoveel groen heeft. En dat is Fred. En dan moet ik naar Fred toe, Frank. Fred toe, Frank. Frank, jij bent Frank. Je begint op Frank te lijken. Dan moet ik naar Fred toe, Bob. Al die namen, ik word er moe van. Normaal als een dokter heb je dat niet meer, maar ik word er moe van. Oké, okay. Ik maar ga goed, prima. Hoeveel heb je nodig? En wat? Heb je 64. Gewoon emerald? 64 emerald. Ja, blokken. Blokken? Weet je hoeveel dat is? Ja, dat is heel veel. Maar goed, jij wil 1000 is verslaan. Dus ja, dan moet je het ook wel doen, hè? Oh mijn god. Oké, okay, prima. Ik ga naar Fred toe. Ik ga 64 emerald blokken bij Fred voor je halen. Hij kwam laatst hier. Hij zei, ik ga op pad. Moet ik nog inentingen? Ik zei, ja, malaria. Dus hij heeft een paar prikjes gehad en hij is op pad gegaan. Dan weet je hij dat. Is op pad. Oh, zeg niet dat ze bij... Oh, zijn bank was inderdaad dicht. Oh, ik ga het nu voor je halen. Ik ben zo terug, Bob. Nou ja, het is wel gevaarlijk. Die rit. Ja, maar dan... anders neem mijn assistent maar mee. Moet dat? Ja, vindt ze vast leuk. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Ik weet de naam trouwens hier. Oh, wat is de naam? Ariel. Ariel? Ariel. Ja. Oké. Okay. Ik heb de naam ook niet bedacht, maar goed, ja. Weet je. Kijk, ik ben ik ga dood, heb ik ook niet Bob, bedacht. Bob, hey, ik ga zo snel mogelijk, anders ga je dood. Wordt er kaal van. Doei. Ariel? Ja. Je moet mee van Bob met me. Ik wil het niet, jij wilt het niet, maar het moet. Maar ik heb mijn pauze. Rookpauze. Okay. Ja, dan is dit je pauze. Gezellig. Oh, moet ik serieus nou met jou op pad gaan? Ariel, en wie ben jij? Mag ik je naam? Ik ben Max. Ariel, hallo. Hallo. Oh, moet ik serieus. We moeten naar Fred toe, want we moeten een stek groene emerald blokken ophalen. Oké. Okay. Nou, dat kan niet zo goed. Heen? Ja, naar de bank. Fred, die is bij de bank, als het ware meestal. Ariel? Ja? Fred is er niet bij de bank. Ik hoorde dat hij op trip was, dat hij inenting heeft laten... Wat voor inenting kreeg je überhaupt? Hij is een robot. Het ging ook erg lastig, moet ik zeggen. Ja, ging die naald wel in hem, of... Nee, dus hij denkt dat hij ze heeft gehad. Laten we even voor clues zoeken. Misschien dat we Fred kunnen vinden. Het is een soort speurtocht geworden, dit. Daar heb ik geen zin in. Hoezo niet? Nou, gewoon. Jij moet me helpen, dit is je pauze. Anders zeg ik alles tegen Bob. Oh jee. Oké, wacht, ik kijk wel hierachter in zijn geheime hok. Dat mag niet, dat is heel geheim. Ja, maar... Wat even kijken. Hij heeft 3 emerald blocks hier, maar dat is veel te weinig natuurlijk. Nou, hier kan ik niks vinden. Ik heb het gevonden. Wat heb je gevonden? Nou, gewoon bij informatie, dat is toch niet zo moeilijk. Je moet logisch nadenken. Oh, ik ben weg, vakantie, op zoek naar mezelf en panda. Want die eten bamboe en dat is groen. Ik ben Fred tot snel. Oké, Ariel. Ik heb nog nooit zo'n dom bericht gezien. Fred is op zoek naar panda's. Dus laten wij ook gaan op zoek gaan naar panda's. Waar kunnen we panda's vinden? In de dierentuin. Ja, we hebben geen dieren. Oh, wacht. Panda's zijn bij Justin's nieuwe winkel. Laten we daar even kijken. Oh, ja, dat is goed. Oké, misschien hier. Kijk, panda's. Hier, panda. Zie je Fred hier ook? Ik kijk boven, kijk jij beneden? Ik ben dan benieuwd waar mezelf is. Ja, hij is op zoek naar zich. Oké, Fred is niet hierboven. En niet beneden. Nee? Nee. Helaas. Ik ga weer terug. Hoezo terug? Nee, hallo. We gaan Fred zoeken. Ik weet dat ik nog meer panda's kan vinden. Oh. Kom mee. Oké, Ariel. We zijn in één keer een heel ander gedeelte van de stad. Maar als we deze poort nemen, dan krijgen we een pad naar de jungle. En ik weet 100% zeker dat wij in de jungle gaan wij gewoon panda's vinden. Nou kijk, hier heeft Fred waarschijnlijk 2 miljoen jaar stilgestaan. Dus ik denk dat we niet heel ver achter hem lopen. Waarom? Ja, hij houdt van groen. Uh-oh. Ja, maar hoe is het eigenlijk? Ik heb jou eigenlijk nog nooit echt uitgebreid gesproken. Wat doe je? Wat zijn je hobby's? Je gaat gewoon niks zeggen? Nee, daar hou ik niet zo van. Oh. Oké, nou, we zijn in de jungle aangekomen. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik snap wel waarom hij malaria prikje wilde. Ja, het is echt... ik kan de muggen ruiken. Het is best wel ook groen hier overal. Maar wacht, rustig aan, niet zo snel. Oh. We zijn natuurlijk nu gelijk in de jungle basis. En ik weet dat ze hier panda's hebben. Dus het zou me niks verbazen als Fred hier is. Volgens mij is dat het panda verblijf daar. Ze hebben ook gewoon een aap. Ja, ze hebben apen hier, draken, weet ik veel wat. Er is hier echt van alles in de jungle. Maar je zei net dat er geen dierentuin was. Nou, ik vind het toch eigenlijk een dierentuin. Gevonden. Oh mijn god, hij is hier serieus. Hallo, ik ben Fred. Fred, heb je jezelf gevonden? Nee, maar wel de panda. Oh mijn god, hoe... Oh, je hebt dus een babypanda! Ja. Hij is verkouden. Hij is verkouden. Oh nee, zijn maar snot is... dat is groen, dus ik ben blij. Zijn snot is groen. Kunnen we weer gaan? Ik moet terug. Wacht heel even. Fred? Wie is dat? Dat is Ariel. Oh ja, die ken ik, want die heeft mij prikjes gegeven.
Ja, het blijkt dus dat het niet eens echt is gebeurd. Oh, en nu niet zij op je, dus... Yes! Ik hoop niet nou dat ben je... ik groen. Nee, maar de inentingen zijn niet gebeurd, hè. Er wordt op je geniest, dus ik denk dat je ziek wordt, Fred. Oh, ja, ik doe er niks tegen, hoor. Dan kun je kijken. Fred, mogen we je even meenemen naar de bank? Ik heb je nodig voor wat heel bijzonders. Het gaat om groen. Maar... en de panda dan? Je kan een panda kopen bij Justin zijn winkel. Oh, hey, kom, Fred! Nee, wacht. Even kijken. Wil je nog één dikke ding? Wat? Mooi. Kom maar mee. Oké, laten we naar de bank gaan, Fred, want ik heb een belangrijk voorstel voor je. Oké, jongens, Fred, kan je alsjeblieft je bank ook weer open doen? Ik heb echt telkens dit moeten slopen. Wacht nou nog heel even, Ariel. Je bent nu deel van dit avontuur, oké? Maar ik heb er geen zin in. Je bent deel hiervan. Je kan niet meer stoppen tot het af is gelopen, dit avontuur, oké? Inderdaad. Je moet niet zo zeuren, joh. Ja. Oké, dan. Als de koekblik het zegt. Fred, wie noem jij een koekblik? Kom. Inderdaad, ik doe de bank morgen open. Dan is mijn vakantie voorbij. Ah, top. Sorry dat ik je trouwens zo abrupt van je vakantie moet storen. Ja, maar ik was aan het zonnen. Het gaat om groen. Oh, dan is het goed. Wat kan ik voor je doen, meneer? Ik wil graag 64 groene emerald blokken van jou lenen. Dat vind ik moeilijk. Hoezo? Dat is groen. Ja, daarom. Lastig. Hoezo is dat nou weer lastig? Omdat ik het mooi vind. Oh, en dan moet je het aan mij geven. Dan moet je het weggeven natuurlijk. Ja, dus maar... is hoge prijs. Ja, het is een lening. Ik betaal je gewoon... Wat is de rente? Laat me even rekenen. Doe je rekenen, Ariel. Dit gaat... Kan jij mij misschien... Stel, ik red het niet qua prijs. Kan jij me dan... Hoezo niet? Nee, ik heb hier geen zin in. Ik heb hier niet voor gekozen. Ik wil gewoon pauze houden. Nou, bijna. Oké, okay? Het is echt letterlijk... Ik denk als we de gouden blok bijna. Of de... Emerald blokken hebben? Nee, niet bijna. Oké, Fred. Fred, heb je al de... Ja. En? Hoeveel rente is het? Hoeveel moet ik uiteindelijk terug... Ik wil prima 1,5 stek emerald blok of zo terugbetalen. Nee. Oh, wat dan? 64. Wil jij toch? Ik wil 64 blokken, ja. Wanneer terug? Weekje? Weekje. Geaccepteerd. Een weekje. Plus... Oké, plus... 12 diamond blocks. 12... Nee, ga ik niet mee akkoord. 8 dan. 8 diamond blocks. Ariel, heb jij wat diamonds voor mij? Nee. 5. Nee, 3. Akkoord, deal. Deal, goeie deal. Goeie deal. En je hebt de kleine lettertjes niet gelezen. Hoezo, er was niks te lezen. Echt wel. Ik heb hier achter mij in mijn kluis nog een mooie outfit liggen. Die moet jij aan. Oh nee. Een week. Oh nee. Jawel. Fred, dat wil ik niet. Ga maar even aandoen. Ik wil dat ik niet. Ik wacht hier. Dan ik wil dat niet. De blokken. Kan je maar me geven, dan doe ik hem daaraan, oké? Okay? Dan kom ik hier weer lopen. Dan beloof ik dat ik hem aandoe. Oké, okay. Onder toezicht van de camera's. Prima. Tot zo. Tot zo. A few moments later. Nou jongens, ik heb de outfit van Fred aangetrokken en ik ben er niet blij mee. Ik wil dit echt niet een week aanhouden. Ik zie er niet uit. Fred, ben je er klaar voor? Nee. Nou hoor, daar kom ik. Ik heb je stomme augurkenpakje aangedaan. Wauw, zo mooi. Groen. Groen. Ben je er blij mee? Prachtig. Ja, heel blij. Ja. Ja. Ik weet niet wat ik zie. Ik weet het ook niet. Ik dacht alles al meegemaakt te hebben. Nou zie ik dit. Wat waarom nou gurk? Of zo, jij ben ik? Jij moet echt in de zon. Je lijkt net een Simpson. Waarom moet ik nou... Nou kun je zeggen of ik moet blijven of niet, maar ik ga. Ja, ik wacht buiten. Tot ziens. Dit was genoeg voor jou? Ik heb pauze. Ik heb genoeg gezien. Dag. Ik zie er ook niet. Fred, waarom een augurk? Mag ik alsjeblieft een ander pakje? Ik wil dit niet een week lang aandoen. Nee, dit is de prijs. Oh, dus oké, dit een week lang aanhouden. Over een week 3 diamond blocks. En dan mag ik nu 64 emerald blocks van je lenen. Dat heb je juist. Ik ga ze even pakken. Oh mijn neus. Hij gaat ze pakken. Prima. Oh jongens, ik zie er niet uit. Waarom heeft hij dit überhaupt? Waarom heeft hij gewoon letterlijk een augurkje klaar liggen die ik aan kan trekken? De bloemetje erop. Wat is hallo, het überhaupt? Hallo, meneer. Oh, hallo. Oh, je hebt ik ze. Ik heb de bestelling klaar. Ah, top. Nice. Dit was het? Dat was het. Ik kan gaan nu? Ja. Oké. Okay, ik wens jou een fijne dag en ik ga weer naar de jungle. Ga jij maar terug naar je panda's. Dag, Fred. Dag, meneer. Oh mijn god. Ariel. Ik wil dit niet aan. Nee. Ik wil dit niet aan. Nee, ik doe mij dit niet aan. Wacht, laten we... Ik heb de blokken. Laten we dit naar... Ai, daar gaat Fred ineens. Doei. Weet Fred dat de snelste route die kant op is naar de jungle? Oh, wat doe je? Dat hoorde ik. Bedankt.
Nou, Ariel, laten wij snel naar Bob gaan. Wat een dom ding, zeg. Zo, Ariel, jij moet zeker weer aan... Jij moet zeker weer aan het werk. Nee. Ik hoef niks meer met jou de aankomende dag. Misschien wel week. Hoe was je pauze? Verschrikkelijk. Dan sta ik hier weer godganse dag. Ga maar naar Bob, die is achter. Oké, dag maar, Ariel. Ja, dag. Hé, hey, Bob. Oh, mevrouw, sorry, ik moet even bij Bob. Oh, mijn god, waar is Bob? Waar is Bob? Waar is Bob? Ik hoor hem. Ik hoor hem, wacht. Bob? Het wordt harder. Bob? Bob? Oh, het wordt luider. Bob? Bob? Hey. 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 Bob. Ik zou het me even voorstellen. Zo meteen lig ik hier ook in zo'n la. En dat wil ik helemaal niet. Bob, kom even mee. Dan voel ik me net zo'n worstenbroodje die naar oven gaat, weet je wel. Maar Bob, maak niet. Dat wil ik helemaal niet. Bob, kom mee. Nee, kom mee. Maar ik heb dingen voor je. Kijk, ja, trouwens, wat zie je eruit? Oh, dat was ik even vergeten. Nou, ik vergeet dit nooit meer. Ja, let er niet op. Nou, ja, dat gaat niet. Let er vooral niet op. Ja, ja, okay. Dat gaat... Ja, nou ja, oké. Okay. Heb je ik heb gevonden? Ik heb hier een stack Emerald Blocks voor jou. Ja, ik zie het. Oh, zo, kan je jezelf daarmee genezen? Ja, ik zie het. Kan je er zelf daarmee genezen? Weet ik niet. Hoezo? Ik ga het proberen. Oh, je gaat het proberen. Ja. Oké, okay, weet je wat, Bob? Neem je tijd, pak je rust, maar schiet wel op met jezelf, want anders ben jij straks zo meteen net zoals Frank, oké? Okay? Nou, dat zou niet mooi zijn. Dat zou niet mooi zijn, nee, dat is geen aanrader. Nee, weet je wat het is? Ik blijf positief. Ik blijf positief, gewoon heel top, positief en blijf goed in het leven staan. Mm-hmm. En ja, dat komt wel goed. Bob. Wat is er? Ik ga er vandoor, oké? Okay? Maar je mag me wel helpen, want ik kan wel wat hulp gebruiken. Nee. Hallo, nee, ik... Ariel, help. Ariel, Bob heeft die hulp nodig. Nee, helemaal niet. Jawel, Bob. Ariel, ik kan je helpen. Mijn ogen uit. Bob, ik moet gaan. Ik heb... ik moet mijn goudvis nog uitlaten. Ik moet gaan. Dat smoes heb ik ook een keer gebruikt. Je kan me toch gewoon helpen? Nou, nee, ja, weet ik je heb wat? Oké, okay, dan zie ik je sneeuw. Maar weet je wat het wel is? Het is mooi weer. Ja. Weer gaan we een keer wat drinken. Sorry, ik laat het. Ik ga er maar door, Bob. Dag, Bob. Jongens, hoorden jullie dat? Letterlijk uit Bob. Wat is dit? Hier is groen. Iemand heeft groen achtergelaten voor Fred. What the fuck? Maar, hoorden jullie ook uit Bob's stemming? Dat weet ik al. Dankjewel. Oh, Fred, ik dacht dat je... Moet je dan niet weghalen? Nee, waar ben je? Ik moest naar de wc. Ik ben binnen. Oh, nou, oké. Okay. Maar, je hoorde uit Bob's stem hoorde je een soort monster komen. Hetzelfde geluid wat uit Frank komt. Uit Frank het monster. Dus hij wordt daadwerkelijk langzaam opgeslokt. Niet chill. Daar moeten we zeker wat aan gaan doen. Dan nu, jongens. Dit huis hier is gekocht. Vandaar dat hier ook in één keer weer een hele grote random bieke staat. Floor heeft dit huis gekocht. Ik kan het geld kan ik innen. Hoppakee, kijk, 20 diamonds. En die gaat hier. Kijk hoeveel ruimte Floor heeft gemaakt. Die heeft allemaal dingen uitgehakt hier en zo. Die heeft heel veel progressie gemaakt. Floor die gaat hier een interieurwinkel maken. Oftewel, als ik mijn makelaar maak, die wil ik waarschijnlijk ook in het nieuwe gebied hebben in plaats van in het oude gebied, ga ik huizen voor mensen maken. Net zoals dat ik dit huis heb gebouwd, dat huis heb gebouwd, nog meer huizen ga bouwen en de fabriek aan het bouwen ben natuurlijk. En dan kunnen mensen dan, als ze het huis gekocht hebben van mij, kunnen ze doorgaan naar Floor de winkeltje hier, zo. En dan kunnen ze hier naar showrooms kijken, naar modellen en weet ik veel wat voor interieur zij willen. En dan gaat Floor gaat bij hun het interieur bouwen. Wat is dat nou voor leuk ideetje? Oh! Nee, maar serieus, hoe leuk is dat? Dus ik ben benieuwd wat voor winkel Floor hiervan gaat maken. Ik heb in ieder geval 20 nieuwe diamonds, daar ben ik heel blij mee. Wordt heel groot, wordt dit. Er gaan heel veel showroom modellen komen en zo. Ben heel benieuwd. Laat even een like achter als je ook benieuwd bent. En oh mijn god, wat is mijn skin lelijk. Waarom? Ik ben een augurk. Ik ben letterlijk een augurk. Het huis van Rick en Noah is officieel ook gewoon weer teruggebouwd, jongens. Hij is niet meer in de lucht met ballonnetjes. De spookjes zijn inmiddels in de lucht. De boom is ook versierd. De Halloween-versiering wordt telkens meer. Er komt telkens meer Halloween-versiering bij. Ziet er wel heel leuk uit. Dan gaan we nu heel even op Justin wachten. Want Justin die wilde een house tour opnemen van mijn prachtige huisje hier. Die wilde gewoon dat ik een rondleiding gaf door mijn huisje voor zijn eigen YouTube-kanaal. Just out. Moet je zeker even op YouTube kijken. Gewoon even doen. Dus laten we even wachten op Justin. Niet vragen waarom. Gewoon negeren. Oké? Okay? Gewoon negeren. Het is geen specifieke reden dat ik dit draag. Je bent gewoon zeewier aan. Nee. Het is een augurkje. Waarom heb jij een augurkje aan? Dat weet ik niet. Het is volgens mij een zeewier nu iets zegt. Maar ik vind het een augurkje lijken. Nou, welkom. Wil je de house tour doen? Ja! Tijd voor een house tour. Woo!
A few moments later. Nou, Justin, wat was dat een leuke house tour, hé. Ja, leuk was hij, dat was dat prachtig, hé. Dat kunnen ze allemaal zien op jouw kanaaltje. Dat is correct. Dus... Oh, dus... Kijk hem. Nou, oké. Okay. Hey, succes, Albrecht. Hoe krijg ik niet betaald hiervoor, trouwens? Ah, mijn favoriet. Een potion of healing. Misschien word je er beter van. Misschien dat mijn skin beter wordt. Ik zie je een beetje groen. Een beetje ziekjes uit, Max. Ja, ik merk het. Nou, dankjewel, hè. Ik lijk wel op de... Weet je waar ik op lijk? Op die Saanse mayo. Op zo'n pakje Saanse mayo is een tube, weet je. Nou, eigenlijk lijk je ook wel op een... Eigenlijk mis je nog van die serum in Ik ga er vandoor. Ik ga lekker huilen in het hoekje. Doei. Wat een gedoe weer allemaal vandaag. We hadden Bob die misvormd is met zijn arm. Ik weet niet precies wat ik er tegen moet doen. Heb jij nou een idee hoe wij Bob kunnen redden? Of dat we nog meer kunnen doen? Laat het nu in de reacties weten. En reageer even. Kapitein Zure Augurk. In de reacties. Zeker als je weet waar het vandaan komt. Maar goed, wij gaan nu deze video afsluiten. Volgende video wil ik verder gaan met de ijzeren fabriek die hier achter me staat. Ik wil even dat die Iron Ingot een beetje verplaatsen. Want hij moet waarschijnlijk iets hoger. Ik vind hem net te laag op het moment. Nee, maar dat is dat we dan wel doen, weet je. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan geboepsja. Dit is vorige content 2 deel. Heb je hem nou gemist? Kijk hem dan nu even. Gewoon doen. Kijken. En liken. En nu spreek ik later. Glaasje water. Vier flesje bier. Tot de volgende keer. Woehoe, yeah.